Een hele goede middag, kijkers. Welkom bij Mail Verdacht, dit is nummer 104 alweer. Het gaat echt goed. Wat te doen vandaag? Ik ga zo lekker frikandellen klaarmaken. In de koekenpan, ja, en dat is gezonder. En lekkerder dan een frituurpan. Nou, lekkerder, nou, het is allebei lekker, maar het is in ieder geval gezonder. Wij gaan een film huren op tv. Die heet Hansel & Gretel. En die duurt ongeveer 86 minuten. Het is een horrorversie van Hans en Grietje. Als het goed is, is dat die ene die we al eerder hebben gezien. Maar we vinden hem leuk. En ik neem jullie, zoals gewoonlijk, met deze mooie zonnige dag weer mee. Tot straks! Wat hebben we daarvoor nodig? Vloeibaar bakboter. Frikadella, een pan en een kokkin. Dit is het geworden. Lekker frikadellen. Daar gaan we even smullen tijdens de film. En natuurlijk laat ik jullie straks al een stukje zien. Hans & Gretel. Leuke film. Deze hebben we inderdaad al eerder gezien. Dit is een horrorversie van Hans en Grietje. En die oude vrouw is de heks. Als jullie deze film herkennen, laat het hieronder weten in een comment. Nou, wij gaan hier lekker gezellig verder kijken. Lekker. Oh, sorry. Even uitzoomen. Dat is beter. Sorry kijkers. Wij gaan verder kijken. We zitten lekker romantisch horrorfilm te kijken. Hè, schat? Mm-hmm. Mijn video's, mijn vlogs. Die is vanochtend online gekomen. En daar. Die is ook leuk. Aanraden. Diva blondjes. Heel leuk. En de 100ste vlog, spektakel, is al 160 keer bekeken. Echt leuk. En ja, de film Hansel. Even opnieuw. Hansel & Gretel was leuk, die horrorfilm. We hebben hem al een keer eerder gezien, dus. Maar hij is leuk. Dus. Een paar jaar geleden, of in ieder geval dik jaar, anderhalf jaar geleden, dat we hem hebben gezien. En hij is leuk. Het is een film uit 2012. Deze heet Hansel & Gretel. Dat is met mensen vreten. Jullie zien, zoals jullie al zagen in de vlog. Maar je hebt ook film 2 ervan. Dat is Hansel & Gretel Baked. En daar gaan ze ook weer mensen bakken en opeten en zo. Nou ja. En nu zitten we een andere film te kijken, die heet Kopzorgen. Dat is meer een familiefilm, een jeugdfilm. En een heel totaal iets anders. Mijn man is weer lekker rijst aan het maken. En zo 4,5 kilo rijst. Oh, lekker. Gisteren was ik het, nou is mijn man. En we gaan gewoon weer verder vrolijk vloggen voor jullie. En ja, ik hoop dat jullie deze vlog nog steeds leuk vinden. Doe maar een roze duimpje omhoog. Een hele goede morgen. Dan ben ik weer wakker. Ja, ik heb gisteravond verder niet meer gefilmd. Lekker rustig avondje is ook lekker. Ik ben vrienden op bezoek geweest. Richie! En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet allemaal niet om een roze duimpje omhoog te doen. Mijn kanaal te abonneren hieronder. En als je wil, een comment te plaatsen. Dan zeggen we, dikke, vette, kan ik gaan pauwen. Peace.